Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Excitein. En vandaag gaan we een armbandje maken. En dat wordt dit armbandje. Dat is een armbandje van zwerdekoord met ringetjes en een slotje eraan. En ik ga je laten zien hoe we dat gaan doen. En natuurlijk wat we daarvoor nodig hebben. Nou, laten we beginnen met zwerdekoord. Ik heb hier een stukje liggen. Ik had nog een restje over, dus ik denk van, nou weet je, die ga ik gebruiken. Normaal zeg ik altijd van, zorg dat je gewoon 40 centimeter hebt. En heb je een wat bredere pols, zorg dan dat je 10 centimeter erbij doet, dat je 50 centimeter hebt. Zodat je gewoon lekker wat werkruimte hebt. En je kunt hem gewoon aanpassen op je pols, want tijdens het maken pas je gewoon af en toe een keer van hoe ver ben ik en wat heb ik nog nodig. Nou, ik heb daarnaast twee lintklemmetjes. En dat zijn de smalle lintklemmetjes. En die staan in mijn webshop onder nummer 7. Dat zijn de smalste die ik heb. Ik leg hier even neer. Ik heb een slotje. Dat is een roestvast stalen slotje. En nou goed, roestvast staal is bekend dat je daar zo goed als niet allergisch op reageert. En dat blijft gewoon heel lang mooi. Dus ik gebruik dat heel graag in mijn sieraden. En vandaar het roestvast stalen slotje. Ik heb wat ringetjes, ook van roestvast staal. Dit zijn ringetjes van 7 mm, zodat je dus voldoende ruimte hebt om je koordje daar doorheen te doen, want ze komen dubbel doorheen. Dus kies je ringetjes niet te klein als je dit maakt. Overigens hebben we ook gewoon do-it-yourself pakketjes hiervan in de webshop staan. Dus in allerlei kleurtjes mocht je zeggen van ik vind het leuk om... om dat een keer te maken en je hebt geen zin om alles bij elkaar te zoeken, dan kun je in de webshop zo'n pakketje kopen in een kleurtje die jij leuk vindt. En mocht een kleurtje niet op voorraad zijn, dan kun je me altijd mailen van goh, ik heb graag dit kleurtje en kun je die op voorraad zetten. Nou, als de spullen in huis zijn, dan kan dit gewoon, dus dan een mailtje kan geen kwaad. Nou, de link zal ik sowieso straks bij de video zetten, zodat je dus eigenlijk direct doorgeklikken naar die pakketjes toe. Nou, verder heb ik een, twee platbektangen. Met een gebogen neusje, want daar werk ik graag mee. Je kunt ook gewoon met een rechte neus, als je maar voldoende grip hebt straks om de ringetjes die waar we straks een slotje aan gaan bevestigen, om die vast te kunnen pakken en open te kunnen buigen. En een schaar. En die schaar die gebruik ik eigenlijk om het koordje wat ik hier heb overmidden te knippen. Nou, zoals gezegd, start je met een normale pols met 20 centimeter. 2 keer 20, dus 40 centimeter. En die knip je dan doormidden. Zodat je twee van die koordjes hebt. En nou, eigenlijk hebben we die schaar verder dan niet meer nodig. Dus dat was... kort maar krachtig. Nou, wat ik ga doen, ik leg deze twee koordjes leg ik naast elkaar. Ik pak een lintklemmetje. Ik doe dat lintklemmetje doe ik erop en die knijp ik alvast een stukje dicht. Kijk of die er een beetje goed in zit, anders dan schuif ik hem er nog een klein beetje in. Zo. En omdat ik hem met mijn vingers al een klein beetje dicht heb geknepen, zit hij dus eigenlijk al een beetje vast. Zodat het makkelijker is om met je tangetje de rest nog even goed dicht te knijpen. Nou, dat mag je best wel flink dichtknijpen. Zo, kijk, want dan zit hij gewoon stevig en dan gebeurt er niets mee. En dat is eigenlijk waar je begint. Dan pak ik één ringetje. Dan moet ik even zoeken naar de opening. Even kijken hoor. Deze is wel heel goed verstopt. Volgens mij heb ik hem hier. En ik pak even mijn andere tang erbij. En dan buig ik mijn ringetje open. Eén kant van me af. Eén kant naar me toe. En dan maak ik
die vast aan het lintklemmetje. Want er zit een oogje aan het lintklemmetje, kijk. Dus dan doe ik het ringetje erheen. En het slotje gaat er aan vast. Want dan heb ik die namelijk al vast eraan zitten. En dat, die lengte moet je namelijk meerekenen als je straks gaat kijken of die, hoe lang die voor je pols is. Dat je hem niet te lang of te kort maakt. Kijk, en als je hem te kort maakt, is op zich niet erg. Kun je er altijd nog een verlengkettetje tussen doen of een ringetje extra. Twee ringetjes extra, net wat je zelf wilt. Dus verlengen is makkelijker dan kort maken. Want als je eenmaal die klemmetjes dicht hebt, dan, ja, dan wordt het lastig om ze weer zonder dat het verbuigt, zeg maar, mooi open te krijgen en het opnieuw te sluiten. Dus dan heb je gewoon een nieuw klemmetje nodig en dat zou zonde zijn. Dus nou, je ziet, ik heb het slotje heb ik eraan zitten aan het lintklemmetje. Ik heb de twee stukjes suèdeveten, die zitten nu gewoon in het lintklemmetje vast. En dan gaan we dus één ring gaan we pakken en die rijgen we op één draadje. Nou, dan gaan we gewoon even kijken hoe die uitpakt, want we gaan dus om en om. Kijk, als ik hem nou hier eroverheen heb, of er, zeg maar onderdoor, dan pak ik deze en die doe ik er dan op die manier overheen. En dan zie je dus dat je ringetje, zie je, de ene gaat er overheen, de andere er onderdoor. En zo gaan we al die ringetjes, die gaan we zo aanrijgen aan deze suèdeveten. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, degene die als laatste er overheen gaat, daar rijg ik het ringetje aan. Dus ik krijg nu het ringetje rijg ik nu aan degene die dus, zeg maar, als laatste over dit laatste stukje van die ring heen gaat. En dan zie je dus dat hij dus ook over de nieuwe ring heen gaat en er aan de achterkant, zeg maar aan de, die kant weer eronder door gaat. Nou, bij deze moet het dus net andersom en die rijg ik er dus onderdoor. Onderdoor en dan kijk je even of die een beetje recht zit. Zie, en dan komt die er overheen, net zoals deze net hier overheen kwam. En dan schuif je die ringetjes, die schuif je dan tegen elkaar aan, maar niet te strak. Dat mag gewoon ietsje losjes zijn, maar dat je dat niet te strak tegen elkaar aanschuift. Of ook niet over elkaar heen schuiven, want dan, ja, dan wordt het niet zo mooi. Dus gewoon losjes tegen elkaar aanschuiven. Dat er net voldoende, zie je, het zit net voldoende tegen elkaar aan. Niet te strak, niet over elkaar heen. En dan zit het gewoon goed. Nou, deze is de laatste die er dus overheen gaat. Dus ik ga hier de ring aanrijgen. En dan zie je dus dat die er onderdoor moet. Want dat was ook hoe die als laatste is geëindigd. En als je ziet dat hij dus iets draait, wat je nu ziet, kun je hem gewoon heel makkelijk weer bijdraaien, zodat hij weer recht is. Zie? En zo ga je steeds om en om. Ga je steeds verder. Dus degene die er overheen zit, rijg ik hem aan. En dan deze eronder door. En dan zie je dat ook ik wel eens een foutje maak. In plaats van de onderdoor doe ik hem er toch bovenlangs. Oh, wacht. Nee, ik deed hem wel goed, maar hij zat ergens gedraaid. Zo. En dan schuiven we hem weer aan, het ringetje. En dan gaan we naar de volgende. En dan gaat die er weer onderdoor. Schuif het ringetje weer aan. En dan zie ik dat hij hier nog iets gedraaid is. Nou, dan draai ik hem weer recht. Zodat het dus eigenlijk altijd, ja, goed zit. Overheen.
zal hem af en toe zelf ook nog even kijken. Dus je moet hier dus echt wel goed mee opletten. Maar ja, als je fout gaat, dan heb je dat eigenlijk gelijk door, want dan zit je ringetje gelijk raar. En dan weet je gelijk van, dit ging niet helemaal goed. Kijk. En dan schuif ik hem aan. En nou zeg ik altijd van, zorg dat je altijd een wat werkruimte hebt. Ik heb hier nu gewoon eigenlijk een restje gebruikt. Maar het is fijner als het wat langer is, want dan heb je gewoon iets meer werkruimte. En ja, dan hou je wel iets meer over wat je weggooit. Dus het is net wat je zelf wilt, maar je maakt het jezelf net iets makkelijker. En je hoeft het ook niet per se weg te gooien, want je kunt er later altijd nog iets anders van maken. Bijvoorbeeld een kwastje aan oorbellen of noem maar op. Dus het is eigenlijk, kleine stukjes bewaar ik gewoon eigenlijk ook altijd. Omdat ze altijd nog wel weer van pas kunnen komen. Nou, je ziet dat je hier nog best wel wat tijd in kunt steken voordat je armbandje klaar hebt. En ze zijn ook gewoon echt leuk om te maken. Dus wat dat betreft heb je wel weer een leuk project als je hiermee aan de slag gaat. Vooral als het buiten even niet zo lekker weer is. Dan heb je gewoon even lekker wat te doen. En het is gewoon vrij simpel. Het is allemaal niet zo moeilijk. En het kost ook allemaal niet zoveel geld. Het is gewoon goed te doen. Ja, je ziet, ik gebruik dus de RVS ringetjes van 7 mm. Je kunt ook gewoon andere ringetjes van 7 mm gebruiken. En wat je ook nog kunt doen, stel dat je er nou meerdere naast elkaar wilt, dan kun je ook een bredere lintklem pakken. En dan doe je in plaats van, stel dat je een bredere hebt, en dan doe je in plaats van 2, doe je zeg maar 4 koordjes naast elkaar. En dan doe je eerst de ene en vervolgens pak je de andere, maak je hetzelfde. En dan aan het uiteinde weer met een brede lintklem maak je het vast. En dan heb je gewoon 2 van deze strengetjes met ringetjes heb je dan zeg maar aan 1 armband zitten. En dat geeft ook alweer een leuk effect, want dan kun je ook weer werken met meerdere kleurtjes. Wat hier natuurlijk ook gewoon met eentje kan, want hier kun je natuurlijk ook gewoon, je hoeft niet per se 2 dezelfde kleuren met zwarte veten te nemen. Je kunt ook zeggen van ik doe een wit en een blauw of zwart en een roze, ik noem maar wat. Nou, op blijven letten als ik het kletsen ben, dat ik wel op het juiste stukje veter krijg. Nou, je ziet het. Ik ben inmiddels over de helft, dus ik schiet al redelijk op dit moment. Nou, wat je dus kunt doen, dat is tussendoor gewoon even kijken van hoe ver ben ik. Past hij al onder pols? En als je hem maakt, zeg maar voor de verkoop. Want er zijn ook een heleboel sieradenmakers die gewoon leuk vinden om wat ze maken te verkopen. Op markten, op braderieën, op internet. Of gewoon als cadeautje geven aan iemand. En je weet de maat niet zo goed. Dan ga je gewoon met een verlengkettingje werken. En dan doe je er een verlengkettingje aan, zodat zodat mensen zelf de juiste maat kunnen bepalen door middel van dat verlengkettingje. En dan maak je hem ook iets korter. Dan ga je gewoon zeggen van, nou weet je, ik maak hem bijvoorbeeld 15 centimeter lang met het slotje. 15 centimeter lang en de rest los je dan op met het verlengkettingje. Dus dat is ook nog een mogelijkheid voor als je zegt van ik wil gewoon dat het wat flexibele lengte heeft, omdat ik het wil kunnen verkopen. En ja, dat, kijk, als je het heel precies op maat maakt, dan heb je natuurlijk dat sommige klanten het gewoon niet passen. En als je dat wil voorkomen, dan werk je dus met zo'n verlengkettingje. Ja, je ziet het, het wordt al heel wat, het begint er al helemaal op te lijken. Er moet nog een paar ringetjes en dan komen we bij de afwerking.
En om te kijken of die past, kun je natuurlijk altijd even zeggen van, nou, eens even kijken, hoe ver ben ik nu? Nou ja, je ziet dat het voor mij misschien, ja, het zou kunnen, maar hij zou misschien net iets te krap kunnen worden. Maar dan kan ik hem dus altijd verlengen met een verlengkettingje of een extra ringetje ertussen. En daarom zeg ik altijd, pak altijd een wat langer stukje. Want met een wat langer stukje werkt het gewoon wat fijner. Want ik, vooral net nu je zeg maar aan het eind komt en je hebt van die kleine stukjes nog, dan is het altijd nog wel een beetje gepriegel om dat allemaal weer goed te krijgen. En met een langer stukje werkt het gewoon wat minder priegelig. Nou, ik vind hem al heel leuk. Hij is bijna klaar. En deze er nog even doorheen. Ik denk nog één of twee ringetjes. Zie je, die schuiven we gewoon aan elkaar vast. Deze. En die er onderdoor. Nou, we moeten natuurlijk ook nog wat ruimte overhouden voor het lintklemmetje. Je ziet dat ik hem niet helemaal netjes in het midden heb afgeknipt. Dus ik ga dit stukje ga ik er nog afknippen, zodat het mooi recht is. Zie. Pakken we het laatste lintklemmetje. Die doen we erop. Nou, misschien kan ik nog wel een ringetje erop kwijt. Doen, want dat vind ik dan net even mooier. Dan schuif je ringetjes ook wat minder. Dan ga ik die laatste hier doorheen doen. Zo. Kijk, dan zie je dus dat je ringetjes om en om is gewoon, de veter is gewoon door die ringetjes geregen. En die ringetjes die blijven daardoor op hun plek zitten. Dus dat is lekker makkelijk. Zo werk je gewoon met losse ringetjes en een vetertje. En je hebt gewoon zo'n armband bij elkaar. Deze knijp ik weer even met de hand eerst even een stukje dicht. Dan kijk even of alles er goed tussen zit en tegen elkaar aan zit. En dan de rest dichtknijpen met je tangetje. En ik denk dat deze waarschijnlijk iets te kort is voor mij. Dus ik ga er gewoon een ringetje extra aanmaken. En die RVS ringetjes zijn echt hele mooie stevige ringetjes. Als je ze echt goed dichtbuigt, dus goed strak tegen elkaar aan. Zonder dan, hè, zodat er geen kiertje meer tussen zit. Dat het, bij deze zit dus ook eigenlijk geen kiertje meer tussen dat het ja, van elkaar af kan gaan. Dan blijven die RVS ringetjes, die blijven ook gewoon echt goed dicht zitten. En dat is gewoon echt zo fijn. Want ze zijn gewoon veel steviger. Nu is de rest ook wel stevig genoeg, maar dit is echt, ja. Eens even kijken hoe we zitten qua maat. Ik doe er nog even één ringetje aan, want ik ga je even laten zien. Want nu denk je van, ja, dat is leuk zo'n... Ja, even focus. Hij was even een beetje onscherp aan het worden. Dan denk je van ja, dat is leuk met zo'n slotje. Maar hoe krijg ik nou zelf dat armbandje om? Want dat is ook nog wel eens een dingetje. Vooral met deze slotjes. Dat het gewoon lastig is om in je uppie met zo'n slotje als dit je armband om te krijgen. Nou, dat ga ik ook even laten zien. Kijk, ik heb nu in ieder geval het armbandje. Ik heb er even wat ringetjes extra aan gedaan, zodat ik hem kan laten zien hoe ik hem sluit op mijn maat. Je kunt dus ook een kettingje eraan doen, maar in principe als je ringetjes aan elkaar doet, dan maak je eigenlijk ook al een soort schakelkettingje. Ik heb hier een paperclip, die heb ik opengevouwen. En wat je eigenlijk doet, dat is, pak die paperclip, pak je vast. En je haakt het laatste ringetje, haak je zeg maar
aan die paperclip. En dan kun je hem mooi mee op zijn plek houden. En vervolgens kun je dus... Nou, dan is hij misschien nog net iets te strak voor mij. Kun je dus... dan lukt het natuurlijk niet. Even kijken hoor. Je armband dichtmaken. Nou, even een nieuwe poging doen hoor. Dat zul je altijd net zien. Dan wil je iets uitleggen wat eigenlijk heel makkelijk is. Maar dan zit je met een net iets te strak armbandje. Zit je dan te clearen. En dan lukt het niet goed. Dat ga ik oplossen door er toch nog een ringetje aan te doen. Zodat ik hem dus ietsje langer maak voor mezelf. Ik ga ze er zo weer afhalen, want ik heb zelf een redelijk brede pols. Dus deze is voor een gewone maat, is deze wel gewoon geschikt zonder al die ringetjes. En eventueel met een, hoe noem je dat? Met een eindkettingje. Nou, ik haak hem er weer aan. Ja. Ik heb ook geen nagels, dus dat is ook wel eens wat lastig. En ik haak hem vast. Kijk, nu lukt hij wel. En je armband zit. Dus vind je het lastig om het in je upje te doen en moet je het eigenlijk altijd vragen aan iemand die je dan moet helpen. Een paperclip en je kunt gewoon zelf je armbanden omdoen. Dus hoe makkelijk is dat? Nou, ik ga deze weer afdoen. Zo. Af lukt wel zonder paperclip. En ik ga eventjes deze ringetjes er weer even afhalen. Want ik heb er alleen om en één is voldoende. Nou, eigenlijk is deze qua lengte... Is die, even kijken, deze vakjes zijn een centimeter. 15, 15, 16, 17... Ongeveer 17,5 centimeter. Dat is een redelijk gangbare armbandmaat voor een normale pols. Nou, een bredere pols of smallere pols heb je natuurlijk ook. En het is altijd makkelijk om hem iets kleiner te maken, zodat je hem wat langer kunt maken, dan om hem te lang te maken. Want als hij te lang is, dan wordt het heel lastig om hem nog kleiner te maken. En je kunt hem verlengen, dat heb je gezien. Dat heb ik zelf ook gedaan, dus ja, je ziet het. Dit is eigenlijk het armbandje. Dat is hem geworden. Dus ik vond het leuk dat je keek. En ik hoop dat je het leuk vond en dat ik je geïnspireerd heb. Wil je doe-het-jezelf pakketjes van deze armbandjes kopen en daar zelf mee aan de slag? De link zet ik zo bij de video. En dan kun je gewoon in de webshop kijken en dan kun je zelf ook zoiets maken. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag weer tot de volgende keer. Doeg!